Duizenden kinderen doen dit weekend weer mee met de Kindermudrun in het Belevenissenbos in Lelystad. Maar of die volgend jaar weer wordt gehouden is nog maar de vraag. Stichting het Belevenissenbos trekt zich terug uit de organisatie. Ik hoop natuurlijk heel veel mensen. Dus er hebben heel veel parcours. We moeten wel 14 kilometer aan linten ophangen. Allerlei hindernissen moeten natuurlijk weer eventjes worden nagelopen. De palen moeten worden gemaaid. Je moet ook zorgen dat de inschrijvingen allemaal goed lopen. Ja, het is allemaal best heel veel werk. Ja, hoeveel tijd gaat er dan wel niet in zitten? Nou, we zijn in de zomervakantie weken mee bezig. Dus eigenlijk onze zomervakantie staat in het teken van de Kindermudrun en nu al 5 jaar. Rechts, rechts, dat volg je. En dan ga je daar meteen omhoog, die diepe kuil in. Stijl omhoog bij die paaltjes. En al dat werk wordt door een handjevol mensen uitgevoerd. Met veel enthousiasme, maar wel met als gevolg dat het normale beheer van het Belevenissenbos in het gedrang begint te komen. Het speelbos wordt een beetje ouder. Ja, als je een beetje ouder wordt, is er ook ietsjes meer onderhoud nodig. Dus onze aandacht verschuift. Ja, de tijd ontbreekt echt om hier nog zoveel energie in te steken. Ja, de tijd ontbreekt. En, ja, en eerlijk gezegd, ook thuis zeggen ze ook wel eens. Van, zou je het ook leuk vinden om een keer een zomer aan iets anders te denken? En bijvoorbeeld aan ons. Het Belevenissenbos organiseerde de Mudrun de afgelopen jaren samen met sportbedrijf Lelystad en de fysiotherapeuten van Kerngezond. Zij kunnen gebruik blijven maken van het bos, maar ze zullen wel op zoek moeten naar een ploeg nieuwe mensen. Het zal inderdaad best wel een zoektocht worden. Want vind maar eens mensen die er zoveel tijd en energie in willen, maar ook kunnen steken tijdens zo'n zomerperiode. Maar ja, we willen natuurlijk gewoon dat het de Kindermudrun volgend jaar er ook weer is. Dus we gaan daar wel ons best voor doen. Ja, gaat u er ook van uit dat die Mudrun er volgend jaar weer is? Of ja, hangt het nu toch aan een zijden draadje? Nou, een zijdedraadje niet, maar je kan ook niet overal zomaar vanuit gaan. We gaan ons stinkende beste voordoen. Het zou toch eeuwig zonde zijn als zo'n mooi evenement waarbij kinderen plezier hebben, lekker vies kunnen worden. De leefstijl, zo'n belangrijk thema hedendaag. Iedereen moet bewegen, de beweegnorm. En dan zo'n evenement, als dat niet doorgaat, ja, dat zou wel eeuwig zonde zijn. Hey, als je naar die achterste boom daar gaat, gaat dat goed. De baan wordt dit weekend in elk geval nog samen met Stichting het Belevenissenbos in gereedheid gebracht. Wie mee wil doen, kan zich nog aanmelden. Ja, kom gewoon gezellig meedoen, want dit is echt een super gaaf evenement. Ja, en misschien dus wel voor de laatste keer. Daar gaan we nog even niet van uit, maar ja, misschien wel.